Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Hallo allemaal. Deze week geen weekvlog en dat heeft een reden. Dat heeft allereerst de reden dat ik afgelopen week maandag begonnen ben aan mijn examen. Die ik deels heb gehaald. Ik moet alleen mijn verantwoordingsverslag nog maken. En als ik die heb, dan heb ik hem compleet gehaald. Dus dat is super fijn. Volgende week maandag is de rekentoets. Wat ook hartstikke spannend is natuurlijk. En het tweede ding is dat ik afgelopen dinsdag eerder van stage weg moest, omdat ik naar de huisarts moest. En dat was met de reden dat ik ruim 2 weken weer niet naar de wc ben geweest. En ik had maandagavond zoveel pijn dat ik niet eens meer recht kon lopen. Ik kreeg het heel erg benauwd, ik voelde me heel erg slecht. Dus ik heb de huisarts gebeld en dinsdag kon ik langskomen. Ik ben langs geweest en het blijkt dat mijn complete darmen verstopt zitten. Compleet. Dat is niet goed. Want als het ophoopt en ophoopt en ophoopt en het wil er niet uit. En het gaat zich terugwerken. Dan heb ik kans dat het er van bovenuit komt. En dat is niet goed. Dat komt niet goed. En dan ben ik veel verder van huis. Dus ik moest gelijk gaan laxeren. Dinsdag begonnen. Eigenlijk met de gedachte van, nou ja, woensdag zou ik nog wel naar stage kunnen, want het werkt vast niet gelijk. Maar omdat ik 5 verschillende laxeermiddelen heb gekregen, waarvan er 3 op hoge doses zijn voor mensen die eigenlijk een dag later een darmoperatie of onderzoek hebben. Dan moet natuurlijk ook je darmen gelijk leeg zijn. Nou, dat had ik dus ook gekregen. En dat was waarschijnlijk ook de kwestie waarom het gelijk ging werken. Dinsdagavond ging ik gelijk af. Het was nog niet zo idioot veel, maar het kwam wel. Woensdag was het eigenlijk, het liep, maar het liep heel langzaam. En ik had heel veel pijn. De hele nacht ook opgelopen met pijn en ik kom toen naar de wc. Ik heb afgelopen dinsdagavond of dinsdagnacht ook overgegeven, omdat ik denk ik iets met medicijn of zo. Ik heb geen idee. Ja, vandaag, het is donderdag. Ik ben niet naar school geweest. Ik ben alleen maar aan het laxeren. En ik moet zeggen dat het wel allemaal eruit komt. Maar het is nog niet zo dat ik denk, ik voel me top. Ik merk dat mijn lichaam wel een klap krijgt. Nu het na een paar keer gewoon niet gaan. Na alles in één keer eruit. Dat kan je lichaam ook niet helemaal handelen volgens mij. Dus ik voel me vrij beroerd. Ik zit ook lekker krampachtig, want ik heb heel erg veel buikpijn. Maar ja, omdat er geen weekvlog is, wilde ik jullie toch wel wat geven. Ik zie er trouwens heel erg charmant uit. Let daar maar even niet op, want ja, ik loop gewoon de hele dag in pyjama. Ik heb een kopje koffie gezet, omdat ik denk van koffie laxeert. Voor de rest eet ik heel weinig. Ik drink heel veel. Ik drink eigenlijk alleen maar. Maar het leek mij dus wel leuk. Ik stuur Rio even terug naar zijn plekje. Het leek me dus wel leuk om dan toch wel een paar vraagjes te gaan beantwoorden. Let niet op de spullen op de achtergrond. Dus dat gaan we gewoon eventjes doen. Ik ga gewoon wat leuke vragen beantwoorden die ik hier in een lijstje heb staan. Gewoon omdat het kan, omdat het leuk is. De eerste vraag die ik er heb staan. Neem je wel eens mini verpakkingen mee op reis? Dus dat betekent kleine shampootjes en die dingen. Ja, dat doe ik wel als ik op reis ga. Ik ga niet heel veel op reis, maar dan doe ik dat wel. Ik ben gewoon te moe aan de ene kant om iets te doen. Hoe vind je dat jouw stem klinkt? Als ik praat vind ik het vreselijk. Als ik zing vind ik het nog erger. Maar iedereen zegt dat ik mooi kan zingen. Maar daar ben ik het dan zelf niet heel erg mee eens. Maar het kan wel. Ik kan ermee door. Ik doe er zo weinig aan. Wat wilde je vroeger altijd worden? Ik wilde vroeger dierenarts worden.
En die droom heb ik eigenlijk gehad tot aan mijn 13e en 14e. En toen dacht ik, het gaat me niet lukken omdat ik van het speciaal onderwijs afkwam. En het was toch wel echt heel zwaar. Ik heb altijd research gedaan naar opleidingen ervan. En het was eigenlijk vrijwel niet haalbaar voor mij. Maar ja, nu doe ik alsnog een verzorgingsopleiding. Dus natuurlijk ook een beetje zorgen, maar dan voor mensen in plaats van dieren. Dus ja, ik ben wel een beetje in de zorgcategorie gebleven, maar niet voor dieren. Maar ik wilde vroeger heel graag dierenarts worden. En nog stiekem af en toe wel. Ik vind het heerlijk om lekker met dieren bezig te zijn. Even kijken hoor. Wat doet jouw vader voor werk? Mijn vader werkt bij Rolls-Royce. Die werkt met motoren die kassen moeten bedienen, zeg maar. Waarin tomaten groeien, paprika's en rozen en al dat soort dingen. Dus dat moet mijn vader eigenlijk ja, een beetje draaiende zien te houden. Als er wat mee is. Zou je dat ook willen doen? Nee, ik ben totaal niet technisch aangelegd. Of kan dingetjes. Dat zou ik echt niet willen. Ik vind het knap dat hij het doet. En hij werkt super hard, maar ik zou het hem niet nadoen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik heb voor het laatst gehuild. Dat is 1,5 week geleden. Toen ging Mikey Caban uit de band Roadtrip. En toen was ik heel erg emo dat hij eruit ging. En ik kon het niet geloven. En ja, het was wel heel even schrikken en slikken. Want ik had het er toch best wel heel erg moeilijk mee. Heb je huisdieren? Ja. En ik heb eigenlijk te veel huisdieren om op te noemen. Ik wissel even van hand, want dit is een beetje lastig. Ik heb eigenlijk te veel huisdieren om op te noemen. Ik heb natuurlijk papegaaien, ik heb een hond, cavia's, schildpadden, duiven, vissen, een kip, konijnen. We hadden katten, die hebben we helaas niet meer. Wat hebben we nog meer? Het valt mee, maar ja, het kan altijd meer. Maar ja, dat zijn de dieren die we nu hebben. Maak je muziek? Ja, ik speel gitaar. En dat doe ik al nu 6, 7 jaar. En ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Het is echt iets waar ik me lekker in kan uiten. En ik vind het heerlijk om covers op te nemen. En te kijken naar andere persoonlijkheden die gitaar spelen. Om daar dan weer van te leren. Ik vind het echt heerlijk om te doen. Al eens iets vreselijks vergeten in je leven. Zoals een verjaardag van iemand. Nee, eigenlijk niet. Verjaardag en alles ben ik altijd wel behoorlijk goed op voorbereid. Dus nee, eigenlijk nog nooit iets heel ergs vergeten. Wat versta jij onder zen zijn? Gewoon rustig. Rustig, even niks hoeven doen, even nergens over hoeven nadenken. Gewoon even lekker in jezelf, voor jezelf kunnen zorgen. Even gewoon een zen momentje. Dus niet moeten denken aan alles wat je nog moet doen of wat nog gebeurd moet worden. Of ja, nee, gewoon relax. Kun je surfen? Nee, ja, alleen op het internet, maar niet in het echt. Hoe groot is jouw slaapkamer? Nou, jullie hebben natuurlijk misschien vast wel roomtours gezien. Mijn slaapkamer is niet klein en ook zeker niet mega groot. Maar ik heb nog vrij genoeg ruimte en er komt binnenkort hopelijk ook een 1,5 bed, om het zo te zeggen, een twijfelaar. Dus in plaats van 90 is die dan 21. Iets dikker, omdat een tweepersoonsbed net niet past. En een twijfelaar zou misschien wel net gaan. Dus die komt er ooit ook nog eens. Maar ik heb nu nog niemand om dat bed mee te delen. Dus het is geen haast. Ben jij een groenteeter? Ja, eigenlijk wel. Van ons drie hier in huis, dus mijn vader, mijn moeder en ik, ben ik de grote groenteeter. Ik vind het heerlijk om een broccolietje te eten of een paprikaatje of een worteltje. Ik vind het heerlijk. Mijn ouders daarentegen ietsje minder. Zeker mijn vader, die is echt een vleespersoon. Heb je alle insecten gegeten? Nee, niet dat ik weet tenminste. Ik weet niet wat er 's nachts mijn mond in kruipt, maar nee. Dat nog nooit gegeten. Ik zou het ook niet durven, denk ik hoor. Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? Eigenlijk vind ik vrijwel niks vreselijk, maar ik ben gewoon een beetje lui. Ja, niet lui, maar ik wil het vaak afschuiven, laat ik het zo zeggen.
Nou, doe ik straks. Ja, doe ik zo meteen en dan vergeet ik het. Ik heb ook echt een heel slecht korte termijn geheugen. Dus ja, ik vergeet het ook heel snel. Iedereen zegt dat je wil het niet doen, dus je doet het dan niet. Maar ik vergeet het echt heel snel. Ik heb gewoon niet eens meer door. Mijn vader zei vanmiddag ook of ik de keuken wilde rechttrekken. En ze kwamen thuis 3, 4 uur later. En toen werd er gezegd, waarom heb je de keuken niet gedaan? Ik was dat gewoon compleet vergeten. Ik wist dat echt niet meer. Even kijken hoor. Als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar, wat zou dat project dan zijn? Ik weet niet, project. Als ik aan één project zou mogen werken. Goeie vraag. Ik denk dat ik mijn kamer dan een complete make-over zou geven. Dus echt compleet alles. Natuurlijk heeft mijn kamer nu een wit kleurtje en alles. Maar ik zou de indeling van mijn kamer wel compleet willen omgooien. Maar dat kan niet, omdat die ombouw die zit vast aan de muur van mijn bed. Maar dat zou ik wel eigenlijk willen. Ik zou eigenlijk mijn kamer compleet willen omgooien. Dat zou ik wel heel tof vinden. Wanneer heb je voor het laatst een kaartje voor iemand geschreven? Een kaartje voor iemand... Dat was voor mijn oma. Dat was voor mijn oma? Ja, dat was voor mijn oma. Toen ze jarig was, had ik een kaartje voor haar geschreven. Heb je ooit een boete gehad? Nee, gelukkig niet. En hopelijk komt die ook nooit, maar je weet het niet. Ooit zonder stroom in je huis gezeten? Ja, absoluut. De stroom werkte wel weer vrij snel, dus was ik wel blij om. Rio komt even op bezoek. Dat is altijd gezellig. Hallo! Even daarheen. Ja, dus ik heb wel zonder stroom gezeten. Daarna werkte het ook wel heel snel, maar ja, je weet het eigenlijk nooit of dat nog een keer gaat gebeuren. Who knows? We krijgen bezoek. Oh, je komt er ook echt gezellig bij zitten. even kijken hoor. Favoriete pizza, dat is een donnerpizza. Ik vind het heerlijk. Donnervlees op een pizza met een beetje sambal en knoflooksaus. Heerlijk. Hoe laat ga je naar bed? Door de weeks? Heel snel. En heel vroeg. Ik ga door de weeks echt heel erg vroeg slapen. Ik lig echt wel om 8:30 of zo erin. Als het nog 8:30, 9:00 of zo. En als ik echt zin heb, dan lig ik 9:30 in als laatste. Maar ja. Best wel vroeg eigenlijk. Door de weeks. Nou, zal het zijn 10:00 of zo, 10:30, 11:00. Maar ik ben echt geen hele late slaper. Dat valt echt wel mee. Hoe laat ga je uit bed? Nou ja, als ik naar mijn werk moet, of werk stage moet, dan ben ik serieus wel 5:00 mijn bed uit. 5:00, 6:00. Maar als ik dat niet hoef, tegenwoordig ben ik heel erg aan die tijd van stage. Dus als ik... Mijn wekker niet zo zetten en ik zou slapen op het gevoel wanneer ik wakker word. Dan denk ik wel dat ik gewoon serieus om 7:00, 8:00 wakker word. Want ik kan gewoon niet meer uitslapen. Dat kan ik echt niet meer. Het is echt vreselijk. Elke ochtend ben ik heel erg vroeg wakker. Even kijken hoor. Ben je gul? Ik ben heel gul, absoluut. Ik geef liever al mijn geld uit aan anderen dan dat ik het aan mezelf doe. Even kijken hoor. Als je je voornaam zou veranderen, hoe zou je dan heten? Veranderen, ik weet niet. Ik vind Sterren altijd. Ik heb Sterren altijd een hele mooie naam gevonden. Of Bloem. Vond ik ook een hele mooie naam. Ik weet niet. Ik zou Sterren denk ik wel doen. Zou ik een hele mooie naam vinden. Het beste aan wakker worden is. Het beste aan wakker worden is dat je eigenlijk. Als ik naar mezelf kijk en omdat ik vroeg opsta. Dat je eigenlijk gewoon nog verder lekker wat aan je dag hebt. Dat vind ik heel fijn. Wat is je minst favoriete lichaamsdeel? Wauw, goede vraag. Minst. Ik denk toch wel mijn knieën. Misschien een heel raar antwoord, maar ik heb mijn knieën altijd zo lelijk gevonden. Nog steeds hoor. Ik weet niet. Ik heb hier nog 10 vragen over vloggen. Dat is misschien wel grappig om dat hier nog in toe te voegen.
Wanneer ben je je vlog gestart en wat was de reden om te starten? Ik ben mijn vlog gestart op 24 september 2014, toen ik begonnen met een YouTube kanaal. En eigenlijk ben ik het begonnen omdat ik iedereen het zag doen. Ik keek altijd naar de vlogs van Elfie, van Elfie Days, aka Pointless Blog. Zoe, Zoella, keek ook altijd naar. Haar broertje Joe. Al die YouTubers, ik keek er zo graag naar. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan dit ook. En toen ben ik het gaan doen. En ik doe het nu nog. Wat was de eerste video? Het was een vlog. Dat vergeet ik nog heel goed. Dat weet ik nog heel goed. Dat is eigenlijk heel gênant als ik dat nu terugkijk. Want ik ben nooit een introductie gestart of zo. Ik ben gewoon gaan vloggen. En ik begon dat altijd in het Engels. Omdat ik Engelse YouTubers keek, begon ik mijn vlog in het Engels. Ging ik door in het Nederlands en eindigde ik het ook weer in het Engels. Vraag me niet waarom. Dat is heel raar. Maar ik deed het wel. Welke reactie is het meest bijgebleven? Ik krijg niet zo heel veel reacties. Maar ik krijg toch wel heel snel reacties die gewoon heel erg leuk zijn. Met oh, lekkere video om te kijken. Of oh, leuk geëdit. Of joh, wat tof dat je dat hebt gedaan. Het is wel heel erg, gewoon echt de alle positieve reacties die ik dan heb gekregen. Het zijn er niet veel, maar ze zijn wel gewoon leuk. En ze blijven me altijd bij, allemaal. Wat was het eerste pakje of kaartje dat je ooit voor je YouTube kanaal ontving? Eerste pakje? Eigenlijk niks. Ik ben nooit gesponsord. Ik heb nooit kaartjes gehad om dingen te sponsoren. Niks eigenlijk. Vrij heel weinig. Het is best zielig. Maar joh, ik ben er blij mee. En ik vind het gewoon leuk om te doen. En daar gaat het gewoon om. Ik moet even deze vogel aan de kant zetten. Want het is oorlogspad. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En het maakt me niet uit dat ik niet heel veel volgers heb. En daar draait het ook gewoon niet om. Maar daar moet het ook niet om gaan draaien. Want dan heb je gewoon een groot probleem. Even kijken hoor. Het leukste dat je ooit dankzij je vlog hebt mogen doen. Ik heb nog niet heel veel kansen gehad wat betreft het vloggen. Maar ik vond het wel gewoon nog steeds. Vind ik het heel erg leuk om dingen met vrienden te doen. En ik weet niet. Eigenlijk gewoon alle vlogs die ik met vrienden maak, dagjes uit. En dat ze het dan helemaal niet erg vinden dat ik film. Dat is gewoon heel erg fijn. Rio. Irritant. Dat is gewoon heel erg fijn om te kunnen doen. En dat ze het ook niet erg vinden. Dat ze het leuk vinden dat ik doe. Dat vind ik wel gewoon heel erg fijn. En dat vind ik eigenlijk het leukste dat ik dankzij mijn vlogs heb kunnen doen. Wat is je grootste vlogblunder? Ik heb niet zo heel veel blunders. Maar ik heb wel echt heel vaak meegemaakt dat ik mijn camera uit mijn handen liet vallen. En de grootste daarvan was dat ik tijdens het filmen mijn camera liet vallen. En dat die dan ook echt stuk was. Ik had er echt helemaal niks meer aan. Dat was echt vreselijk. Dat was echt in het begin. Dat vergeet ik nooit meer. Dat was echt vreselijk. Ik was zo ziek ervan. Dus ja, dat. Tijdens de vloggen gewoon mijn camera laten vallen. En hij was compleet overleden. Hij deed het echt helemaal niet meer. Word je vaak door kijkers aangesproken op straat? Nee. Maar gek genoeg ben ik 2 keer aangesproken. En het was zo raar. Omdat ik dacht van, hè? Ik heb helemaal niet zoveel kijkers. En hoe kan dat dan? En hoe kan het dat jij me dan herkent? Dat vond ik zo ontzettend raar. Maar het is wel gebeurd, 2 keer. En het was heel erg leuk. En ze wilden op de foto dat ik denk van, het is zo raar, weet je. Je bent helemaal niet zo'n groot YouTube-kanaal. En toch wil iemand dan met jou op de foto. Dat ik denk van, dat is heel krom. Maar ja, ik vond het wel heel erg grappig. Ik heb het echt als mega super super leuk ervaren, echt waar. Rio, je bent een beetje vervelend. Wat is het leukste aan vloggen en filmpjes maken? Ik vind de herinneringen. De herinneringen die eraan overblijven. Zeker het vloggen. Het vastleggen van leuke momenten. En ook minder leuke momenten. Maar dat zijn tegelijkertijd ook herinneringen. En dat vind ik gewoon heel erg tof. Dat je dat, dat ik dat vast heb gelegd. En dat dat gewoon blijft bestaan. En dat het gewoon heel erg, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon mega, mega leuk. Rio is echt op oorlogspad. Kijk dan. Wat doe je nou? Hij bijt ook echt in mijn vinger als ik hem weghaal. Gaat.
Die is echt oorlogspot. Die gaat vroeg naar zijn bed vanavond. Waar hoop je dat je YouTube-kanaal over 3 jaar staat? Over 3 jaar. Ik doe het nu 5 jaar. Dus over 3 jaar dan zou het 8 jaar zijn. Waar het dan staat. Ik weet niet. Meer kijkers. Meer dingen mogelijk. Dat meer dingen mogelijk kunnen zijn. Door het filmen en het YouTube. En het video's maken. Dat zou ik wel heel tof vinden. En ik zou heel graag. Maar dat meen ik echt serieus. Heel graag een keer een samenwerking met een merk of winkel of iets willen doen. Dat zou ik zo tof vinden. Maar ja, wie weet gebeurt het nog. En misschien gebeurt het nooit. Je weet het niet. Rio. De laatste. Wat is jouw geheime tip voor het beginnen van vloggers? Nou ben ik natuurlijk ook geen mega YouTuber en vlogger. Ja, vlogger wel. Want ik vlog, dus ik ben een vlogger. Maar wat mijn tip is. Blijf jezelf. Ik zie nog steeds heel veel YouTubers die compleet anders doen dan dat ze eigenlijk echt zijn. En ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon jezelf blijft en jezelf laat zien. En je ook niet schaamt. Ik heb het in het begin heel erg gehad. Ik deed altijd alleen maar filmen als ik gewoon aangekleed en opgemaakt was. En op straat filmde ik nooit, want dat vond ik vreselijk. Jongens! Zien jullie dat? Rio wordt gewoon boos. Nou. Dat is echt... Nou zeg, hij heeft echt onze buitje de hele dag. Maar dit is echt too much. Hij deed me niet sim, maar hij is nu echt op oorlogspad. Wacht, ik ga even in score zetten, want dit... Hoeft voor mij ook niet. Hij wordt echt boos. Hij zit gewoon te bijten. Dit is voor mij ook niet nodig, jongens. Ik stuur heel even neer. Ik kan veel hebben en ik laat veel bij Rio toe. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Echt niet. Maar goed. Wat ik dus wou zeggen. Is dat je eigenlijk jezelf moet blijven. En ik zie nog steeds heel veel YouTubers die dat gewoon niet doen. En die compleet anders zijn. En het is gewoon belangrijk dat je ook plezier erin hebt. En doet wat jij leuk vindt om te doen. Dus vind je weekvloggen leuk, dan ga je gewoon lekker weekvloggen. Vind jij het dagelijks vloggen leuk, ga je gewoon lekker dagelijks vloggen. Vind jij het leuk om video's te uploaden die te maken hebben met shoppen of eten of wat dan ook. Doe wat jij leuk vindt. En dat is echt belangrijk. Tuurlijk is het een kwestie van ondervinden. Dat heb ik ook meegemaakt en gezien. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan in het begin. Dat ik gewoon niet wist van, joh, wat past er nou echt bij mij? Maar uiteindelijk ben ik er gewoon achter gekomen dat ik het weekvloggen gewoon veel en veel leuker vind. Nou vind ik het nu met stage heel lastig om weekvlogs te maken. Maar ja, het komt er wel. En ik vind het gewoon leuk om te doen en ik weet wat ik wil doen. En het vloggen ligt bij mij ook gewoon het leukste en vind ik ook gewoon het leukste om te doen. Alleen in de weken als deze, dan zit het even niet heel erg mee en dan... Wil ik toch iets voor jullie uploaden. Dus dan is het dit. Ik ben toch best wel lang aan het kletsen trouwens. We zijn nu al gewoon meer dan 22 minuten bezig. Maar ja. Dat is eigenlijk. Hetgene wat ik jullie even wilde vertellen. Een update van de tatoeages. Misschien ook wel lachen. Hij is lekker aan het helen. Dat zeker. En ik ben er nog steeds mega blij mee. Hij is heel mooi. Hij doet het goed. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik jullie tot nu toe te vertellen heb. Ik heb heel veel pijn in mijn buik en het rommelt heel erg. Dus ik ga zo weer denk ik even een bezoekje brengen aan het toilet. Weet je, het is ook gewoon, ik schaam me hier ook gewoon niet voor om het te vertellen. Het is gewoon normaal en jullie weten dat ik het aan mijn darmen heb. En als het helemaal niet mee zit, dan vertel ik dat ook gewoon. Want het hoort er ook gewoon allemaal een beetje bij. Denk ik dan, hè. Ik schaam me er niet voor. Ik snap ook niet waarom mensen zich bijvoorbeeld schamen als ze aan de diarree zijn. Of als ze hebben overgegeven of al die ongein, weet je. Het is gewoon normaal. Iedereen kan het hebben. Dus so be it. Er is verder niks aan de hand. Maar ja, who knows. Ik schaam me er ook echt totaal niet voor. Ik vind het niet erg. Tenminste, natuurlijk vind ik het erg. Het is hartstikke vervelend. Maar ja,
Dat moet, want dan komen ze leeg. Dus anders kunnen we er ook vrij weinig aan doen. Ik moet over 2 weken naar het ziekenhuis. En dan krijg ik weer onderzoeken en van alles. Want het klopt nog steeds niet dat ik nu nog steeds vastloop. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Sorry dat het in één keer zo was. En niet anders, want ja, ik had het wel graag anders willen doen. Maar helaas zit er voor mij ook niet echt in. Het is vrij saai om te moeten filmen. Ik ga het bezoekje brengen aan het toilet. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!